Goedenavond allemaal en welkom terug bij de Eredivisie. We zijn er even tussenuit geweest door een aantal uitwedstrijden, maar vanavond spelen we weer thuis. En we hebben niet zomaar een avond, het is vanavond sponsoravond en we spelen tegen landskampioen Victoria Rotterdam. En daar hebben we natuurlijk nog een appeltje mee te schillen. De avond staat vanavond in het teken van European City of Sports en alle sponsoren zijn uitgenodigd, dus het belooft een vol huis. Rotterdam komt vanavond deze kant op met Nederlands kampioen Pedro Sveertman, Yuri Harpers, hun Belg en nummer 140 uit mijn hoofd van de wereldranglijst en local boy Joris Wagenaar. Wij daar zetten daar tegenover Tom Richards tegen Pedro Sveertman, Thijs gaat het opnemen en Sarif Aan zoeken tegen Yuri Harpers en Frank Gozens maakt vandaag zijn debuut tegen Joris Wagenaar. Ik wens jullie heel veel plezier. De avond zit er weer op. We hebben de 9e speelronde achter de rug en Rotterdam gaat er met de punten vandoor. Hele spannende wedstrijden zoals verwacht en ook vooraf aangekondigd. Avond van de revanche natuurlijk. Het debuut van Frank Gozens. Een volle bak hier na een prachtige lezing van Gerard Kemkes tijdens onze sponsoravond. Genoten twee volle tribunes van deze wedstrijden. Het was aan Frank Gozens om de avond te openen en dat deed hij voortreffelijk. Wist een game af te snoepen van zijn tegenstander Joris Wagenaar. Echter was het toch de ervaring die de overhand had. Want Joris wist de wedstrijd 3-1 vrij comfortabel naar zich toe te trekken. Maar dit belooft heel veel moois. Want als Frank Gozens deze lijn doortrekt, dan hebben we daar nog ontzettend veel plezier van. De tweede wedstrijd was aan de kopmannen, Tom Richards en Pedro Sveertman. En wederom was het Sveertman die gewoon liet zien dat hij nog met gemak in de top van de PSA mee kan. Het werd uiteindelijk 2-2. Ditmaal was het Tom die voor thuispubliek wist te gloriëren en de overwinning naar zich toe trok. 3-2 voor Tom Richards. De stand werd gelijk getrokken met één game in het voordeel van Rotterdam. Op naar de laatste, Thijs tegen Yuri Harpers, de Belg. Laatste keer dat zij elkaar troffen was het ook spannend. Had Thijs zelfs nog 3 matchballs die hij in rook op zag gaan. En Yuri die er met de winst vandoor gaat. En dit keer wist Yuri in het hoofd van Thijs te kruipen. En was het toch supergoed gespeeld. Mooi spel gezien. Alleen overtuigende 3-1 overwinning voor Yuri Harpers. En daarmee gaat de winst mee naar Rotterdam. Wij gaan ons opmaken voor de volgende speelronde. En dat is 4 maart in Almere. We zien jullie dan.